Ik heb verwarrend nieuws. We beginnen met verwarrend nieuws voor Jan Willem. Het is een familiedrama, maar ook weer niet helemaal. Want Frans Verstappen heeft namelijk de aangifte tegen zijn zoon Jos Verstappen weer ingetrokken. De Telegraaf bracht het nieuws dat Frans zondagavond mishandeld is door de oud-Formule 1-coureur. Hij zou thuis rake klappen hebben ontvangen. Later vandaag ontkende Frans dat er iets is voorgevallen. Ook al bevestigde de politie dat de aangifte was gedaan vanaf een adres in zijn straat. Snap je dit nog, Jan Willem? Frans bevestigde nu dat hij inderdaad aangifte heeft gedaan. Maar, zegt hij, het is gewoon een privézaak tussen mij en Jos en daarom wil ik het binnenshuis houden. De politie benadrukt dat de zaak onderzocht wordt. Dan goed nieuws voor jou. Goed nieuws voor het Scheringa Museum in Skangroek. In 2009 werden daar tijdens een gewapende overval 2 schilderijen gestolen, maar die zijn nu weer terug. Yay! Nou, het gaat om kunstwerken van Salvador Dalí en Tamara Di Lempicka. De doeken waren in handen van een bende. Arthur Brandt, die zich bezighoudt met de opsporing van roofkunst, wist de schilderij terug te halen. Ze zouden nog in zeer goede staat zijn. Het is niet duidelijk of er arrestaties zijn verricht. Dan opmerkelijk nieuws. Jan Willem, opmerkelijk nieuws uit de animatiewereld. Een van de animatiestudio's die meewerkte aan de tekenfilmserie Fireman Sam, hier beter bekend als Brandweerman Sam, is per direct aan de kant gezet nadat makers een van de personages lieten struikelen over papier waarop een vers uit de Koran stond. De makers van het kinderprogramma tweeten via de officiële Twitter-account van Fireman Sam: we hebben begrepen dat in aflevering 7 van seizoen 9 van Fireman Sam kort een afbeelding van de Koran is getoond. Men was in de veronderstelling dat er een willekeurige en onleesbare tekst werd gebruikt. Wij betreuren deze enorme fout. Dan historisch nieuws. Hillary Clinton is bij de Democratische Conventie in Philadelphia officieel verkozen tot presidentskandidaat namens de Democratische Partij. De stemming was natuurlijk een formaliteit. Het was al lang duidelijk dat Clinton de nominatie zou krijgen. Trots als Bill is ook zo'n vrouw, gaf hij een speech van dik 40 minuten. En omdat ik weet dat jullie het allemaal heel druk hebben en soms het nieuws niet kijken, heb ik even een korte versie van de speech in elkaar gezet. In the spring of 1971, I met a girl. Hillary is uniquely qualified to seize the opportunities and reduce the risk we face. And she is still the best darn changemaker I have ever known. You, that's why you should elect her. And you should elect her because she'll never quit when the going gets tough. She'll never quit on you. Ja, en in Philadelphia staat nu onze correspondent Michiel Vos. Die is daar al 3 dagen aanwezig. Michiel, jij was er gisteravond bij de speech van Bill Clinton. Ja, hij moest Amerikanen ervan overtuigen, stem op mijn vrouw. Is hem dat gelukt, denk je? Nou, ik denk dat dat voor Democraten gelukt is. Stem op mijn vrouw, inderdaad. En wat voor een vrouw? De vrouw die nou in Amerika niet meteen bekend staat als een lustobject. Altijd gekleed in die blauwe pantsuits, weet je wel. Gisteravond was dat even anders. Bill Clinton, haar echtgenoot, in een huwelijk wat opmerkelijk zo niet controversieel is bij veel Amerikanen. En wat aan genoeg kritiek en flauwe grappen blootstaat al jarenlang. Die Bill Clinton zette zijn vrouw neer als een soort lustobject bijna. In het begin zei hij in 1971, ik ging achter haar aan, ik wilde met haar praten. Ik raakte bijna haar schouder aan toen ik haar voor het eerst wilde aanspreken. Ze was gekleed in een bloemenjurk met, het is jaren 70, ik was toen nog een peuter, dus ik kende de mode niet zo goed. Maar kennelijk dikke bril, dik haar, geen make-up. Was ook nog een opmerking van hem, geen make-up. Heel opmerkelijk kennelijk volgens Bill. Althans, het leidde tot een enorme liefdesaffaire die nog steeds doorgaat. Die we natuurlijk allemaal kennen, de hele wereld kent die. Met zijn ups en zijn downs. De downs kwamen gisteravond natuurlijk niet aan het bod. Wel de ups, ze is een moeder. Guess what, ze is de beste moeder ter wereld. Ze kijkt uit voor je kinderen, niet alleen voor Chelsea. En dat moet ook gebeuren in de toekomst, want onze kinderen kijken toe. En die kinderen zijn straks eigenlijk zeg maar over onze schouder aan zet. En we doen het voor die kinderen. Dan moet je dus Hillary Clinton hebben. Hè? She ain't gonna quit you. Hij wou eigenlijk zeggen, she never quit me. Dat zei hij niet, maar dat bedoelde hij wel. Dus waarom zou ze jullie in de steek laten? She ain't gonna quit me over Monica. Dus waarom zou ze jullie in de steek laten? Je begrijpt het. Ja, zeker. Michiel, jij ziet ze natuurlijk wat vaker dan wij samen, Bill en Hillary. Was het een toneelstukje of meent hij dit ook echt? Ja, het is natuurlijk een toneelstukje. Maar er zat ook iets echts in. En neem het niet van mij aan, ik ben niet de enige. Kijk, net zoals ik sta de hele dag met mijn rug naar het podium.
Maar net zoals mij, ook de rest van de pers. Ook de grote Amerikaanse jongens. Hè, bij NBC bijvoorbeeld en CNN. Ik hoop dat je dat kan zien. Ja. De jongens die zulke zonder balken en de normen ruim meer dan 10 miljoen verdienen per jaar. Dat was de gisteravond het eerste moment, het enige moment, dat al die persjongens 180 graden draaiden en keken naar het podium, naar de speech van Bill Clinton. Het had toch geen zin om vooruit te kijken naar camera, zoals ik nu doe. Mm-hmm. Nee, zij wilden de speech echt zien. Dat is een verhaaltje, dat is toneel, maar het is een prachtig verteld verhaaltje. En het laat zien dat de Democratische Partij, of je nou Republikein of Democraat bent, dat kun je niet ontkennen, echte sterren in huis heeft. En Bill Clinton is een verhalenverteller. En dat deed hij gisteravond. Ja, nou, jij verdient iets minder dan die 10 miljoen, sorry, maar je doet het hartstikke leuk hoor. Wat is er vanavond allemaal te beleven daar? Vanavond, ook voor de mensen die niet 10 miljoen verdienen, is er genoeg te beleven. Er is president Obama, himself, komt. Vanavond is het back to business. Vanavond gaan we het hebben over de politiek. Vanavond zijn de mannen aan het woord. Niet meer de bloemenjurk van Hillary. Vanavond zijn we terug bij haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken. President Obama, vicepresident Joe Biden, overigens ook een goede speecher. En haar vicepresident Tim Kaine. Dus we gaan nu een beetje terug weer naar de mannenwereld. Die dan weer hopelijk ooit wordt doorbroken na 227 jaar in november voor veel democraten. Hopelijk op 8 november tegen Trump als zij de eerste vrouwelijke president zou moeten worden. Ja. Nog even één vraag. Je staat al 3 dagen met een regenboog zweetbandje om je pols. Wat voor betekenis heeft dat? Oké, het is dat je het vraagt. Mijn schoonmoeder komt uit het zeer homovriendelijke San Francisco. Nancy Pelosi is haar naam, ik zal het maar eerlijk toegeven. Ik dacht, zij geeft als uiting van support aan alle familie. We zijn hier met zo'n beetje 600 Pelosi's. Al die zweetbandjes, dus mijn kinderen, neefjes, nichtjes, iedereen loopt met zo'n zweetbandje rond. Dus ik dacht, ik doe het niet af voor late night. Dat kan, dat moet je kunnen hebben. Ik dacht dat je het voor mij deed. Dankjewel, Michiel Vos. Tot morgen. Ook voor jou.